Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is momenteel wisselend bewolkt boven Nederland met de meest dikke wolken boven het zuidoosten van het land. In het noordwesten, daar kan lokaal vanochtend nog een enkel buitje gaan vallen. Maar op de meeste plaatsen zal de zon er vanmorgen goed doorkomen en is het niet koud met temperaturen rond een graad of 15. De wind die is slechts matig van kracht en komt het meest noordoostelijke richting. Vanmiddag is het dan wisselend bewolkt met vooral in het oosten de meeste zonneschijn. Temperaturen lopen op naar zo'n 19 tot 22 graden. En lokaal kan er langs de kust een enkel buitje gaan vallen. En vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog. Met vooral in het oosten heldere periode en koelt het niet heel veel af naar een graad of 15. Morgen is het dan overwegend droog. Met temperaturen tussen 19 en 20 graden is het zeker niet koud voor de tijd van het jaar is het amper wind en ook de zon is er regelmatig te zien. In de komende dagen verandert er eigenlijk niet heel veel aan het weerbeeld. Vanaf donderdag dan neemt de wisselvalligheid toe, met dan een zuidenwind die iets in de kracht gaat toenemen en ook enkele buien. Toch zal het op een groot aantal plaatsen alsnog wel droog gaan blijven. Pas op de langere termijn dan wordt het weerbeeld pas echt een stuk minder, met meer wind en meer buien. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.